De begroting in Oegstgeest is er een vol met gaten. Dat stelt de oppositie donderdag tijdens het debat over de begroting. Onder de streep mag er dan wel 60.000 euro over zijn, maar hierin zijn geen extra kosten meegenomen. Voor de jeugdzorg bijvoorbeeld is dat volgend jaar 331.000 euro en over 2 jaar en de jaren daarna 1,1 miljoen euro. De bijdrage van de Rijksoverheid voor de jeugdzorg is te laag. Gemeenten kunnen daar niet mee uitkomen. Deze week heeft de gemeenteraad te horen gekregen dat ze meer moeten betalen, omdat er dit jaar grote tekorten zijn. Tim van Tongeren van Progressief Oegstgeest is onaangenaam verrast door het tekort. We hebben pas dinsdag vanuit het college informatie gekregen. Het was niet eens het college zelf, maar het waren vertegenwoordigers van Holland Rijnland die op ons verzoek langs waren gekomen. En die de inzichten hebben gegeven in de financiën en met name de tekorten. Dus voor ons kwam het als een volslagen verrassing. Ilke van den Auwelen van Lokaal vraagt zich hardop af of de raad hier wel mee moet instemmen. We zitten met een duivels dilemma. Als deze begroting niet naar gedeputeerden wordt gestuurd voor 15 november, dan schieten we tekort. En dan kan dat eigenlijk automatisch al betekenen dat wij onder preventief toezicht worden gesteld. Nou, dan, zoals in Voorschoot is gebeurd. Zoals in Voorschoot het geval is. Daarnaast zullen zij ook de cijfers analyseren zoals ze in de begroting staan. En als de raad die begroting goedkeurt, dan zullen ze in eerste instantie zeggen oké, daar gaan we mee akkoord. En ze zullen hoogstens aangeven, vermoed ik, van ja, hoe denkt u de tekorten die na het opstellen van de begroting naar Oegstgeest zijn toegekomen, hoe denkt u die op te gaan lossen? En dat zal dus de uitdaging zijn om daar een goed verhaal te hebben. Van Tongeren zegt echter dat de gemeente genoeg reserves heeft om de komende jaren te overbruggen. Of die er niet door gaat komen, ik denk het niet dat dat het probleem zal zijn bij de provincie. We hebben nog reserves en er is ook een dekkingsvoorstel meteen geformuleerd. Maar het doet een flinke inbreuk op de reserves die we hebben. Wel wil Van Tongeren alles op een rijtje krijgen om niet voor nog meer verrassingen komen te staan. Dinsdag mag het college reageren op kritiek van de raad.